Welkom allemaal. Dit is weer een reading. We gaan eens kijken wat de energie van vandaag is. Allereerst wil ik wel zeggen dat ik me ontzettend slecht voel. Eigenlijk al de 3 dagen achtereen. Allemaal ascensie-symptomen. Voelt als een zware griep. Dus spierpijn in mijn benen voornamelijk. In mijn armen. Ik voel ook heel veel hitte, warmte en kou. Droge ogen, branderige ogen. Druk op het derde oog. Fijn, ik ga jullie niet mee lastigvallen, maar het kan zijn dat jullie dat ook voelen. Ik ga natuurlijk... richting 21 december, daar zal het wel mee te maken hebben. Ik voelde altijd heel erg ook richting volle maan. Dus we moeten het er maar mee doen. Tijdens de meditatie vanochtend kreeg ik de kleuren oranje en kleur blauw door. Nou, oranje, dat weten jullie wel als jullie afgelopen tijd gekeken hebben. Dat staat voor solar plexus. En blauw staat voor de keelchakra. Dus misschien moet er wat meer geuit worden, wat meer uitgesproken worden. Misschien zit er een blokkade op. Dus buiten dat je aan je solar plexus gaat werken door creatief te zijn. En voornamelijk oranje voedsel eten, zoals sinaasappels, maar ook zoete aardappels, etc. ook even wat aandacht gaan besteed worden aan de keelchakra. Nou, we gaan gewoon eens kijken wat het brengt. Ik heb vandaag doorgekregen dat ik de Keepers of the Light Oracle Deck moest gebruiken. De orakel van verandering, de Spirit Animal en gewoon mijn ouderwetse Gilded Tarot om toelichting te vragen. Waar mag ik mee beginnen, Spirit? Met de Keepers of the Light. Dat zijn meestal allemaal grandmasters, goden die hier opstaan. Angels, archangels, spirit guides, ancestors. Laat ons zien wat we moeten weten, wie ons bijstaat. En wat voor boodschap we voor vandaag mogen ontvangen. Ik heb hier Hilarion of zoiets, als ik dat goed uitspreek. Wat mij opvalt is heel veel groen. Groen is hartchakra. Divine healing, dus we worden door het goddelijke worden we geheeld. Dat is misschien vandaar die ascensie-symptomen. Wees dankbaar voor je gevoeligheid. Strek je terug. Laat je op en heel. Jouw licht kan anderen tot steun zijn. Dus dat is een hele mooie kaart. Dan ga ik naar de Spirit Animal deck. Angels, Archangels, Spirit Guides. Wat mogen wij voor berichten weten van jullie voor vandaag? Ja, ik heb te veel last van mijn armen. Dus ik moet het even zo doen. Oké. Ja. Ik heb 3 kaarten getrokken. Pardon, dan gaan jullie nog een paar keer horen. Ik heb wel aan mijn keelchakra gewerkt, maar... Ja, waarschijnlijk nog meer tijd aan besteden. Allereerst hebben we Otter Spirit, nummer 42, maak 6.
Ze zijn in een hartvorm, dus ik moet dan gelijk weer aan deze kaart denken. Hè, kijk hier, dat hart zo. Hartchakra, dat groene. Dus misschien... ik voel je bij liefde. We worden liefdevol door het goddelijke, door divine, door spirit. Worden wij geholpen bij onze healing. Ook klaargemaakt voor wat er komen gaat. Er staat ook op deze otterkaart, je bent nooit alleen. Dus weet dat je ook al voel je je alleen als je pijn hebt tijdens de essentiesymptomen. Of ook verdrietig bent, want ook tranen laten is natuurlijk een manier om te helen. Weet dat je niet alleen bent, dat ze je steunen, dat ze er altijd voor je zijn. Dus als je angsten hebt, pijnen hebt, dan kan je dat delen. Dan kan je zorgen aan hen geven. We hebben hier de bruine beer. Dan moet ik direct, wordt mijn aandacht op dat derde oog gevestigd. Nummer 9. Take time out, dus neem rust. Maar ja, ik vond het toch belangrijk genoeg om jullie te informeren. Dus ik doe minimaal één reading op een dag, zover het lukt. En voor de rest wel helemaal knock-out. Ik slaap ook heel veel. Ik neem heel veel rust. Maar goed, ik wil jullie ook niet in de steek laten. Jullie zitten waarschijnlijk ook met die gevoelens, met die symptomen. Dus vandaar dat ik toch filmpjes voor jullie maak. Dus die bruine beer. Nou, ik zie dus dat derde oog hier. Dit is wel frappant. Tijdens gisteren, tijdens mijn meditatie, zag ik dit teken. Ik kreeg daarbij levensspiraal door en ik heb dat teken ook gebruikt tijdens mijn Reiki self-healing. De laatste tijd krijg ik heel veel nieuwe symbolen door die ik moet gebruiken bij mijn self-healing. En dit is er één van. Ik heb dat nog niet met jullie besproken, omdat ik denk, ik krijg bijna dagelijks nieuwe symbolen door. En ik denk, ik wacht eerst even af tot ik alle symbolen doorkrijg. Nou, je hoort, ik zeg bijna 8, dus misschien krijg ik wel 8 symbolen door. Nieuwe, dat weet ik niet. Als ik het symbool gebruik tijdens mijn self-healing, dan voel ik voornamelijk een druk bij mijn slapen. Dan voel ik daar ook energie naartoe stromen. Ik voel energie bij mijn solar plexus en voornamelijk dan bij mijn hoofd, mijn derde oog, mijn slapen en mijn kruinchakra. De frog spirit, dat is nummer 10. 10 is beëindiging, transformatie. Bij die kikker spirit staat clear out the clutter. Dus ga schoonmaken, ga reinigen van jezelf. Energie wat er is. Een troep opruimen. Gezond eten is daar een goed onderdeel van. Maar ook, ik heb hier de boel ook gereinigd. Mijn werkplek, mijn slaapkamer doe ik heel vaak met salie. Doe ik reinigen. Gewoon een lekker raampje open en door laten luchten. Zodat lage energie en bad spirit en alles wat maar troep is, dat naar buiten kan. En hoeft dan maar een half uurtje, uurtje en dan is het weer schoon. Dat doe ik ook inderdaad. Dus ja, dus weet dat je gesteund wordt, dat het nodig is. Ik denk die hartchakra, dat het ook komt van hè, liefde is het allersterkste energie die er maar bestaat. En wij worden klaargemaakt voor om die zelfliefde en die liefde voor alles en iedereen, om die te laten stralen. Wij gaan harder en sterker stralen vanuit onze
hart, want wij moeten tegen het kwaad, moeten wij op. En het enige wat je tegen het kwaad kan strijden, dat is liefde. Dat is pure liefde. Wij gaan allemaal harde stralen. Dus neem tijd om te helen, staat hier eigenlijk. Voel je niet alleen, want je bent niet alleen. Neem tijd om te rusten, want je derde oog wordt geopend. Maak ook de plekken daar waar je zit schoon. Dus als er heel veel rommel is, ruim het een beetje op als het gaat. Cleansing, schoonmaken, dus door middel van de energie puur en zuiver houden. Als je geen salie in huis hebt, kan je ook wierook gebruiken. Doe ook jezelf reinigen vooral. Als je naar readings kijkt, pas dan op. Doe dan ook je energieveld op. Want je kan ook, er zijn natuurlijk niet alleen goede lezers, maar ook slechte lezers. Je kunt ook weer negatieve energie overbrengen. Scherm je daartegen. En ja, neem gewoon de rust, de tijd. Het lichaam heeft heel veel te verwerken. En het wordt aan de ene kant daardoor gesterkt. Maar aan de andere kant, nu is het even afzien. Nog even kijken wat voor berichten wij krijgen middels de verandering, orakel van verandering. Moeten wij nog meer weten over de kaarten die hier al liggen, van de boodschappen die hier liggen, spirits. Ja, het shuffelen gaat bijna niet, dus 1, 3. Die ook? Oké. Okay. Die ook. Genoeg. Dat wordt echt te veel. Ik ga eens even kijken. Beginnen wij het begin. Dinosaurusvrienden. Boodschappen uit de kindertijd komen boven. Dus je moet misschien nog het een en ander helen. Nummer 6. Nou, dat ligt. Nummer 6 is ook de otter spirit. Je bent nooit alleen, dus je wordt gesteund. Ook tijdens de heling. Van kindertijd, innerlijk kind. Dus buiten dat je ook healing krijgt, ook jezelf nog verder helen, is de boodschap. Dan hebben we hier kwetselcode. En de priesteres van de tijd. De tijd is gekomen, het is nu om te gaan handelen. Nummer 5. Er zitten veranderingen aan te komen. En het is nu tijd om te gaan handelen. Dus waarschijnlijk is nu de tijd om dingen aan te gaan pakken. Voor jezelf. Ja, ik zie een grote groene slang. Wat ik zeg, groen is hartchakra. Ik zie veel groen trouwens. Ik heb hier natuurlijk die... Die kikker, die is groen. Ik zie hier die groene dinosaurussen. En dan hier ook weer, ja, ik vind het net een soortement van slang. Dus transformatie zie ik daarin. Maar ook dat groene van de hartchakra. Tijd is gekomen, tijd is nu om te handelen. Dus pak aan wat je aan moet pakken. Zuiver alles voordat de tijd daar is. Orka-magie. De Akasha-chroniek wordt heropend. Dus kijk daar goed naar. Orka-muziek, orka-meditatie. Geluiden kunnen jou helpen daarbij. En wolven van Venetië, je bent heel ver van huis.
Je hebt je masker afgedaan. Je bent echt puur. Je bent die confrontatie met jezelf aan het aangaan. Je wordt geholpen door wolven. Ik wil eigenlijk daar wel wat meer over weten. Over je bent heel ver van huis. Engelen, aardengelen, spirit guides. Dat moeten wij weten van de wolven van Venetië. Oftewel nummer 28. Maar ook 10, hè? Dus ik heb hier twee kaarten onder elkaar van 28 liggen. 2 keer 10. Je gaat van... Je hebt twee kaarten van 5 liggen. 1 van 6. 1 van 7. 1 van 9. En 2 van 10. Echt niet. Even zo doen, spirits. Verklaar de kaart, je bent ver van huis. Nou, ik krijg justice, je krijgt gerechtigheid. Je komt terug in balans. Je licht gaat schijnen. Je gaat feller schijnen. Dat zie je nog niet. Je hebt ook kracht in je handen. Misschien doe je al aan reiki. Of misschien voel je de laatste tijd energie, meer energie in je handen. Je hebt een wit kleed aan, puur, rein, in harmonie. Ja, ik ben nu intuïtief aan het lezen, hè? Dus... je voelt je misschien heel ver van je lichaam af. Je lichaam doet rare dingen. Wees daar niet bang voor. Het is allemaal heel normaal. Je wordt niet ziek. Tenzij je natuurlijk kort enzovoort krijgt. Maar dat, bij ascensiesymptomen heb je dat niet. Je voelt je vaak ook in periodes. Voel je je dan weer goed en dan weer slecht. Moet je wel zeggen dat naarmate verder je ontwikkelt... dat ascensiesymptomen soms dagenlang aan kunnen houden. Bij mij is het al 3 dagen aan de gang. Maar goed, dat daar gelaten. Justice card. Kijk, ja, je bent aan het verhogen. Stapje voor stapje voor stapje. En ik zie hier toch ook weer... de kosmos... Moet ik toch aan 21 december denken. Of om en nabij dan. Want bij mij is het 3 dagen al aan de gang. En meestal met een volle maan ook. Dan is het 3 dagen ervoor en 3 dagen erna. Dus terug in balans komen. Ook al voel je je ver, heel ver verwijderd van je lichaam speelt op. Je voelt je anders, maar het komt goed. Het is ook weer, wat ik al zei, warmte uit je handen, de hitte die je voelt. Wat ik zeg, ik heb branderige ogen. Als je spierpijn hebt, dan voel je ook een soort branderige pijn in je spieren. Ook weer de kosmos hier op de achtergrond. Ik zie bij deze 2 kaarten alle 2 heel veel oranje. Nou ja, ik kreeg de kleuren oranje en blauw door. Heel veel oranje. Helende handen krijg ik ook door. Kracht. Vuur. Heel veel vuur. Kijken. Nou, niet normaal. De 3e kaart al. Helemaal met oranje. Dat is de gematigdheidskaart. Ook weer die bol. Die oranje bol. En die zie je eigenlijk. Als je goed kijkt, zie je die bij alle 3 terug.
Al dat oranje wat maar zich laat zien op die kaarten. Deze dame heeft zelfs oranje haar, oranje jurk aan. Ook weer een balanskaart met deze. Balans tussen het spirituele en het lichamelijke. Ga met de grillen van dat wat je voelt, ga daarin mee. Ga met die flow mee. Doe het niet tegenhouden. Er komt balans terug. Ja, echt wel heel speciaal dat je hier, het is echt het geel, oranje, nou voornamelijk wat oranje ziet. En die orka die is voornamelijk blauw en de kaart van de beer is blauw. Nou, daar hebben we het al over gehad. Dat is dus de keelchakra. Voor de rest hadden we veel groen, dat is de hartchakra. En dan hier heel veel oranje van de solar plexus. Nou, kijk eens, onderliggende kaart, ook oranje, de zon, het branderige, het vurige, wat je hier in deze drie kaarten ook terugziet, de kosmos, het spirituele, de zon staat voor hitte, voor warmte, nou ja, we hebben natuurlijk die 31 december, hè? Dat we dan die conjunctie krijgen. Nou, verzin het niet, dus. En dan hebben we hier nog de maankaart. Dus we gaan heel veel. Dat is weer blauw dan. Het blauwe. Blauw en oranje, ja. Ik begon er niet voor niks mee. Dus blauw, dat is de maankaart. Nou ja, wat voel ik hierbij? Ik vind hier toch ook weer hitte. Want je ziet hier twee van die stralen. Die zijn oranje. Die zijn heet. Gezicht. Kracht. Emotie. Maar ook het heelal, ja, ik word de laatste tijd ook getrokken 's nachts, want ik word ook vaak 's nachts wakker, om naar de sterrenhemel te kijken. Ik zie hier ook die mooie sterrenhemel en ook vannacht zag ik de sterren heel erg fel stralen, branden. Die sterren die zie ik ook terug in deze kaart voornamelijk. Voornamelijk in dat water, al die sterretjes. En ook een beetje hierboven. Je ziet het hier terug. Hier achter. Je ziet het bij deze, de passiekaart, zie je het terug. Hier al die witte stippies. Ja, dus werk aan je hartchakra, aan je keelchakra en aan je solar plexus. Hitte kan je gaan voelen, zoals ik voel. Schrik daar niet van. Komt allemaal weer goed, uiteindelijk. Maar we moeten hier doorheen. Uiteindelijk komt het weer goed, die 10 van bekers. Krijgen we de harmonie weer terug. Dan voelen we ons weer goed. Maar dit is gewoon even waar we doorheen moeten. Ja, dat is die zo'n beetje voor wat betreft het bericht voor vandaag. Nou, laat maar weten of je er iets van herkent. Of je er ook in zit, ja of nee. Ik wens je in ieder geval sterkte ermee. En weet dat je niet alleen hierin staat. Verzorg jezelf goed. Neem voldoende rust. En het is voor het groter goed. Wij worden allemaal verlicht. Wij worden verhoogd. En dat doet
Ja, daar hebben we groeipijnen bij. Ik had nog iets opgeschreven vanuit een meditatie. Even kijken. Dat is. Even zoeken hoor. Als je je nou slecht voelt, denk dan aan het licht. Het licht overwint. Het licht overwint. En dan denk ik dus voornamelijk. Dan die eerste kaart, onze liefde, onze warmte, liefde voor alles en iedereen, dat overwint het van het kwade, van het slechte. Dat is onze houvast. En zo wil ik graag beëindigen. Namaste.